Goedemorgen Douwe, ben je er klaar voor? Jazeker, ik ben er helemaal klaar voor. Goed zo, als je dit lukt ben je officieel klaar op de slaapdokterschool. En mag je je officieel een slaapdokter noemen? Ik heb er zin in. Wat is de laatste opdracht? Laat het alsjeblieft een knappe meid zijn. Haar naam is dus Michelle. En is het een knappe meid? Haar naam is dus Michelle. En ze kan al dagen niet slapen. En ze heeft echt slaap nodig, want de examens komen eraan. En ze heeft voldoende rust nodig. Ik ga het regelen, Berend. Je gaat trots op me zijn. Ik hoop het, Douwe. Je hebt genoeg lessen gehad. Het zou je moeten lukken. En wat als het niet lukt? Word je dan boos? Niet boos, maar wel teleurgesteld. Oeh, dat is nog erger. Je kunt het, Douwe. Veel succes. Bent u Michelle? Ja, dat ben ik. Ja, er is gebeld en ik ben de slaapdokter. En ik vroeg me af of u mag komen helpen. Ja, heel graag. Kom binnen. Ja. Goed. Hoe lang kunt u al niet slapen? Al 6 dagen. Ik heb echt van alles geprobeerd, maar niks werkt. Geen zorgen. Ik ga een oplossing vinden. Trouwens wat vragen. Hoe ben jij je naam gekomen? Want Douwe, dat hoor je niet zo heel vaak. Komt door mijn moeder. Toen mijn moeder aan het bevallen was in het ziekenhuis, zei de dokter de hele tijd doordouwen, doordouwen, doordouwen. En zo ben ik aan mijn naam gekomen. Goed, zullen we beginnen? Dit is het saaiste boek ter wereld. Naast Harry Potter. Waar gaat het over? Ik heb werkelijk geen idee. Ik viel altijd al na een paar tellen in slaap. En ga je het aan me voorlezen? Ja. Nou, geloof me hoor. Binnen een paar tellen en dan slaap je. Vandaag gaan we het hebben over zandkorrels. Zand bestaat uit kleine korrels, gevarieerd tussen de 2 mm en de 63 micrometer. Zand wordt ook voor veel dingen gebruikt. Douwe! Nee mama, ik wil de koe niet melken. Dat werkt dus niet. In dat geval gaan we een film kijken. Dit wordt gezien als de saaiste film die er bestaat. Het gaat over een wasmachine. Een wasmachine? Ja. We gaan dus 70 minuten lang kijken naar een wasmachine. Wakker blijven, ze bedoelen dat ik ga slapen. Hoe kan dat jij nog niet slaapt? Ik ben gewoon niet moe, ik kan er echt niks aan doen. Is niet erg, er is nog een manier. Ik moet ook alles uit de kast trekken hier. Dit wordt gezien als de saaiste muziek die er is. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Nee, nee. Dit is niet mooi, dit is niet leuk, dit is saai. Je moet hiervan in slaap vallen. Ik blijf er juist wakker van. Ik wil heel graag weten wat het volgende nummer is. Goed. Michelle, we hebben nu 3 dingen geprobeerd om jou in slaap te laten vallen. En alle 3 hebben niet geholpen. Ik moet even weg. Ik moet even nadenken over een andere oplossing. Maar kom wel snel terug. Want mijn ogen beginnen echt pijn te doen nu. Ik kom zo snel mogelijk terug. I'll be back. Douwe, wat doe jij hier? Moet je niet bij Michelle zijn? Het lukt me niet. Het lukt niet? Douwe, ik heb er alle vertrouwen in dat het jou moet lukken. Ik heb haar voorgelezen, ik heb haar een film laten zien, ik heb haar muziek laten luisteren en bij alle 3 viel ze niet in slaap. Meen je niet? Heb je die film van de wasmachine laten zien? Ja. En ze bleef wakker? Ja. Raar mens. Mens.
Ik mag je eigenlijk niet helpen, Douwe, maar ik kan je wel een tip geven. Soms moet je beginnen bij het simpelste. Kom op, wat is nou de simpelste manier om iemand in slaap te laten vallen? Bäh. Bäh. Bäh? Bäh. Ik ben gewoon veel te moeilijk geweest. De oplossing was zo makkelijk en ik dacht er niet eens over na. Welke oplossing? Douwe, waar heb je het over? Is dat een schaap? Ja. Kun jij vertellen hoeveel het er zijn? Goed geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Fijn om te horen. Als het goed is zijn al je slaapproblemen nu voorbij. Dankjewel, slaapdokter Douwe. Geen probleem. Daar ben ik voor. Maar kun je nu weggaan alsjeblieft? Ik wil slapen. Ja, ja, natuurlijk. Dat respecteer ik helemaal. Welterusten. Sorry, dat was echt veel te hard. Hopelijk ben je niet wakker geworden. Ik heb gehoord dat het gelukt is, Douwe. Ja, Michelle slaapt als een os. Ik ben trots op je. Ga maar eens staan. Gefeliciteerd, Douwe. Je bent nu officieel een slaapdokter.